Het eerste D66 online congres. Dit is het ergste wat ons is overkomen in 75 jaar. Maar we kunnen hier ook weer bovenop komen. En het fundament van onze vrijheid is toch wel echt Europese samenwerking. De realiteit is ook, er gaan straks bedrijven omvallen en er gaan mensen hun baan verliezen. Ja. Dus ook onze verantwoordelijkheid is om daarover na te denken. Zitten ze nog in hun woonkamer? Ja, we zijn er toch eventjes erbij geweest. We hebben een beetje het gevoel van dat fysieke contact. Dames en heren, kijkers, aanwezigen, een andere toon in een nieuwe tijd. Kent u die uitdrukking? Een andere toon in een nieuwe tijd. Hoe gaan we om met mensen die toch, ondanks alle goede regelingen, tussen wel een schip krijgen te vallen? Dan moeten we ook kijken hoe we studenten te hulp kunnen schieten. En wat mij betreft vooral ook de studenten die het hardst worden geraakt. Maar we kunnen heel veel en dat is natuurlijk ook de hoop. Dan hebben we nog een vraag over het leven na corona. Ik hunker echt naar het moment dat je familie en vrienden weer even kan vastpakken, even kan knuffelen. Dus jij bent ook bezig met de verduurzaming van je huis nu? Nou, we hebben de zolder al geïsoleerd en we hebben overal dubbel glas. Dus maar zeker, dit zijn absoluut de tijden dat je ook eens... Vaak heb je ook zo weinig tijd om na te denken, om die offertes aan te vragen. En nu hebben we misschien iets meer tijd om daar eens naar te kijken. De bouwsector kan ook dat natuurlijk heel goed gebruiken op dit moment. Dus je helpt jezelf, je helpt het klimaat, maar je helpt ook nog een belangrijke economische sector om doorgaan. Ja. Mijn vader is zijn hele leven leraar geweest, net met pensioen. Maar wat ik van hem altijd heb geleerd is dat het allerbelangrijkste van het vak van docenten is dat persoonlijke contact met je leerlingen en studenten, ze even in de ogen kunnen kijken, ze net wat extra begeleiding te geven. Dat is gewoon heel moeilijk in de situatie waarin we nu zitten. Wees lief voor elkaar. Niet een beetje, maar heel erg. Niet alleen nu, maar altijd. Bedankt. Dag. Dank u wel voor uw aandacht. Oh.